De afgelopen tijd hebben we super veel trolldecks gedaan, maar vandaag is misschien wel een van de speciaalste trolldecks die we in tijden hebben gedaan. Want we hebben allebei de nieuwste kaart die op dit moment in Clash Royale is, de Magic Archer. En je kan het al raden, we gaan een fucking trolldeck ermee maken. Tuurlijk. Vinden jullie dit tof? Drop zoveel mogelijk blauwe duimpjes en laat achter in de reacties welke trolldeck jij de volgende keer wil zien. Yes. Jullie zien trouwens Dion's scherm voor de duidelijkheid. En jullie zien zometeen wanneer we in een match komen mijn deck ook. Yes. Dus laten we gewoon van start gaan en kijken hoe dit gaat aflopen. Want ik ben heel erg benieuwd of dit wel gaat werken. Wie weet ook. Is het een kut trolldeck, dat kan maar zo. En we enteren de arena en jullie zien als het goed is nu mijn deck. En ja, jullie zien het... Ik heb hem heel snel doorgeklikt, maar in ieder geval, ik heb natuurlijk de Magic Archer, die kan ik ook plaatsen, dus dat is sowieso een goed teken. Ik heb hem nog niet, maar het moet goed komen. Ja, ik heb hem wel, dus dat is wat je... Zo, de Night Witch ook even plaatsen, ja, dankjewel. Oké, we moeten denk ik weer eventjes voorzichtig opbouwen, zoals we eigenlijk meestal doen, want dan komt het meestal wel goed. Dit is een moeilijke. Oh, dit is echt heel erg kut voor ons. Oké, nice. Doe jij die? Oh, come on. Ja, oké, nice. Oh, dit gaat wel lekker zo op deze manier, hoop ik. En boom, zap je erop en klaar. Hopelijk worden ze een beetje afgemaakt. Ja hoor, lekker. Kijk dan. Well played. Perfect. Nice defend. Yes, yes. Hier moeten we wel tegen doen. Ja, het enige wat ik heb is dit. Dus dat is een beetje Oh, shit. Dit is niet pushen. Echt... Oh, ze zijn aan het pushen. Maar ik denk dat dit hun te veel elixir gaat kosten straks. Ja, maar wij moeten ook defenden. Nice. We hebben het. Ja, easy. Kijk dan. En we kunnen ook nog eens een lekkere push creëren. Oh, jammer. Maar die gaat ook down. Oh, die gaat super snel down. Wat doet die? Ik heb geen idee. Dit is echt een hele rare push. Ja, inderdaad. Kijk dan. Ik gooi even een witchje. Zo. Oh, shit. Alles is bijna down van hem, hè. Dat is niet normaal meer. Oké. En, oh, damn. Ik wou een giant ervoor gooien. Kunnen we erachter misschien? Ja, lekker. Oh, kijk eens wat hij daar heeft. Dit is wel een beetje kut, maar ik probeer hem ook te plaatsen nu. En ik heb hem ook geplaatst. Oké, lekker. Come on, let's go. Oh, damn. Oké, de lekkere push. Come on. Oké, lekker. Dit gaat volgens mij hartstikke goed. Nee. Ik kan deze nog healen. Kijk dan, gek. Dit gaat hartstikke lekker. We ownen de tower gewoon. Nice. De tower is down. Oké, dit is fucking nice. Maar... was nog niet de perfecte push, ik zeg je eerlijk. Dat het ook kon beter. Maar je hebt zojuist ook net gezien waarom dit ook zo'n lastige trolldeck is. Omdat hij met één fireball is alles kapot. Ja, dus dat is heel erg moeilijk om natuurlijk een goede push te creëren. Maar één tower al down halen, dat is zeker niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd, nee. Dus we moeten weer een push opbouwen. We hebben nu double elixir, dus we kunnen dat ook veel beter, denk ik nu. Oh shit, die had ik links moeten plaatsen. Nee. Oké, nou dan plaats ik deze wel. Kijk dan, deze is ook irritant voor hem. Ja, en ik zorg ervoor dat die bats het wat moeilijker maken shit, daar. Oh shit. Oh nee. Oké, hier ga ik wat aan doen. En... hoppakee, naar het midden. Oh fuck, dit wordt heel erg spannend. En ik heb deze geplaatst, hopelijk. Oh, come on, nice. Kunnen we het een beetje defenden? Ja, hartstikke goed, perfect. Heel goed, hierachter kunnen we weer de Magic Archers gooien. Ja, doe dat. Maar hij heeft een bom, hè? Ja, aan elkaar. Ja, goed, perfect. Ja, lekker. Kijk dan, dit is perfect gedaan. Oh, dit is zo mooi gedaan, hè. Kijk dan, gek. Oh, what the fuck is this shit? Ik heb een nieuw spel gegooid. Ik heb ook nog eens een nieuw spel gegooid. Oh, die archers. Holy shit, gaan we het finishen? Nee. Kijk dan, nog 8 seconden en we gaan het niet finishen door die cut freeze. Ah, dit is jammer, maar... Nou, jawel, misschien wel. Oh, nee, dat kan niet. Dit kan niet, Dion. Nee. Maar anders hadden we het sowieso gedaan. Maar we hebben wel gewonnen. Dus dit was echt een hele mooie push, al zeg ik het zelf. Een hele mooie. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Let's do this. Oké, ronde nummer 2. Yes. Come on. Oké, let's go. Tegen level 8's. Nice. Nice, die kunnen we even destroyen gewoon. 3 ster moet lukken, toch? Ja. Oh, even rustig met die Hawk Rider. En die Hawk Rider gaat super snel dood. Ja, doei. Die kan niet eens 2 hits doen. Hoppa. Oké, lekker. Oh, aan de linkerkant. Kijk dan. Heb ik niks tegen. Oké, lekker. Ja, die. Oh, kijk dan. Perfect. Gaat op die dat af. Dat is genaaid voor hem. Ja. Dit is een beetje vervelend. Ik heb namelijk niet zoveel. Ik ga hier wel beginnen met mijn Magic Archer. Dat is het enige wat ik kan doen. Kijk, rechter tower. What going on? Dankjewel. Rechter tower hebben we gewoon bijna. Are you serious? Bijna. Man, dat was wel heel erg insane. Oké, snel een. Come on. Yeah. En ja, lekker. Well played. Kijk eens aan. Hoppakee. En... Oh, nee. Ah, dat is echt kut. We doen wel veel damage. Kijk dan. Ja, kijk, we doen ziek veel damage. Dit is niet normaal. Kom maar, kijk dan, gek. What the
is dit? Wat is dit? Wat is dit? What you gonna do now, bitch? What you gonna do now? Tower gaat down. En de hielspel. Oh ja, maar die hielspel was niet echt heel erg nice. Maakt niet uit, maar dat ging best prima. Dat ging echt best prima. Tower bijna down. Allebei de towers, dat is niet normaal. Oké, lekker. Oh, hier was de Valkyrie. Oh, die kan wel zo eventjes. Zo, ja, oh, wacht, dan doe ik. Oh, deze hier zo. Oh, come on. Nee, natuurlijk. Dat dit is hem dus niet. Het is zo irritant. Dat is irritant. Dan ben je gewoon eigenlijk te laat. Dat is jammer. Yep. Maar ja. Ah ja. We kijken hoe low we hun towers hebben. Ja, daarom. We kunnen allebei de towers easy peasy downhalen. En ik denk bij de double elixir dat wij alles kunnen downhalen. Yep. Dus daar gaan we in ieder geval voor. Oké, eventjes de focus, eventjes de focus. Waar gaan we, welke kant gaan we? Gaan we links pushen? Ik begin wel met de Night Witch rechts. Oké, heb je genoeg elixir? Ja, jij hebt genoeg elixir, chill. Dan plaats ik hier de giant. Ja. Zo, die push als goed. Oh shit, gevaarlijk. En, dat was een beetje pijn. Dat is een beetje raar ook wel, hoor. Nou, prima dat hij die nu al gebruikt heeft, toch? Oh, nu. Lekker. Ik clone hem nu al, zodat hij heel snel even damage kan doen. En hoppakee, kijk dan. Dat moet allemaal heel snel down namelijk. En het gaat op tijd down. Ik had voorspeld. Ik hoop dat ik het goed had voorspeld daar. Oh shit. Dit is heel gevaarlijk. Nee, dat gaat down. Nee, ik kan het ook niet meer... Die kut hielspel. Die hielspel is fucking slecht. Ja. Holy fuck. Oh shit. En deze dan. En hoppakee. Die is wel goed geplaatst. Oké, chill. We hebben nog maar 30 seconden. Dus ik denk niet dat we alle towers gaan downhalen, eerlijk gezegd. En tik. Oh, 1 oh, HP. 1 HP over. Heltekentjes. Als je het nu gaat finishen, Dion, dan ga ik echt reetje. Ja, maar ga ik echt heel hard reetje. En ik heb deze geplaatst. Hoppakee. Deze ook even geplaatst. En nu moet het toch goed komen. Nee. Kutzooi. Oh, shit. Nee. Oh, dat is heel irritant. Ik kan het gewoon finishen, hoor. Nog 10 seconden. Als ik wil, kan ik het finishen. Oké, nice. Oké, dat is sowieso een goed teken. Als je overtuigd is, oké? Komt die. Laat maar. Hij is al finish, joh. Oké, rest in peace. Ik had er allemaal shit geplaatst erop, want ik dacht al dat het ging finishen. Ja. Oké, tweede game weer gewonnen. Dus we gaan nu naar de derde game. Als we deze winnen, is het een goed trolldeck. Anders is het een kut trolldeck. Hij is moeilijker. Hij is gewoon moeilijker. Dat is één ding wat sowieso is. Hij is niet zo als een Hawkrider de trolldeck dat je pusht en dan hoef je niks meer te doen. Maar hij is ook 4 elixir, hè? Ja. Dus hij is ook wel een beetje goedkoop. Oké, Tombstone ga ik zo meteen neerzetten als hij iets gooit. Hij gooit niks. Oh, hij gooit... Wow. Dat is rip voor hem. Pompje. Nou, dat is prima, joh. Ik heb alleen geen tank. Dat is een beetje jammer. Hier gooi ik wel even minions. Zo, hoppakee. Oh, lekker. Lekker. Wat gaan ze dat doen, ja? Ja, prima. Oh, zet je erop. Hoppa. Nou, dat kan ook een trolldeck zijn. Kijk dan hoeveel elixirpompjes ze hebben. Ze hebben er nu al 2. Zometeen plaatsen ze waarschijnlijk nog meer. Ja, klopt. Dan is het echt klaar. Deze gooi ik even. Daar gaan we. Fireball. Oké, linksonder. Kijk, linksonder. Ja, doei. Oh, linksonder. Nee. What the fuck. Oké, plaats hem achter, Dion. Plaats hem achter. I mean, dit is al gefinished. Dit weet ik zeker. Kijk dan. Ze hebben geen elixir over. Ze hebben helemaal niks over. En ze hebben enkel de tornado waar ze niks aan hebben. Want ze hebben enorme range, onze archers. Deze ging wel heel snel. Laten we nog even één game doen, oké? Even een rematch. Dit gaat wel heel erg snel. die bom was zo perfect. Dat kon gewoon niet beter. Ja. Toen dachten ze echt van... Laat maar zitten. Ja, klaar ermee. Oké, jij hebt hem ook, toppie, maar ik heb geen tank. Plaats ik wel even deze. Ik heb wel een tank. Oké, plaats hem maar. Achter hem. Zo, bang. Nice. Komt hij net voor. Oké, perfect. Oh, hij heeft ook een Valkyrie. Oké. Oh, twee tanks. Oké. Heb je een tank rechts? Nee, heb ik niet. Maar die kan ik wel zo plaatsen. Zal ik die plaatsen? Zo, hè. Oké, jij doet... Die... Zal ik rechts gaan een keer? Ja, dat is prima. Ik ga dat gewoon doen. Zo, hoppakee. En dan plaats ik deze hier zo. En kijk dan. Oh. Dat doet hij maar op eentje. Wat de fuck? Jezus. Kijk dan. Dit is perfect misschien. Dat was afleiding. Een soort van afleiding. Hier hebben we de clone. En boom. Lekkere damage aan de rechterkant. Let's go. Oh ja, maar eentje dood. Geef niet. Oh, dubbel prince. Kijk dan, gek. En Jouwne is ook nog steeds levend, hè? Dat is niet normaal. Maar kijk, rechts is. Rechts is gewoon down gegaan zelfs. Oké, dat is te insane. Dat ding blijft maar levend. Dus ik vind het hartstikke prima. Hier eventjes een hielspeltje op. Hoppakee, blijf maar lekker levend. En we kunnen volgens mij finishen, Dion. Het is gewoon weer afgelopen. Kijk dan hoeveel damage we doen. Dit is niet normaal. Dit is gewoon level 9, zeg. Maar één level niet kunnen ons. Finishen, maar ja, boeien. Weet je. Hoppakee, dit is eventjes. We kunnen geen damage doen. Klaar ermee. Heb jij die? Toppie, die heb jij. En hoppakee, bijna in één slag. Kijk dan, de Valkyrie is perfect. Die kan ook damage doen op die miner. Wat kloonde hij nou? Hij deed daar een kloon. Volgens mij ook, man. Ja, hij faalde een beetje. Oké. We kunnen zo meteen sowieso finish op de main tower.
Want hij verneukt zijn elixir volgens mij. Een klein beetje maar. Man. Wat is hij aan het doen? Zullen we dat nu doen? Wat doet hij daar? Hierachter. Let's go. Oké, prima. Dan clone ik deze eventjes snel. En let's go. Snelle damage. Nee. Jammer. Oh, jawel. Come on, nog één zapje, Dion. Zapje. Afgelopen. 3 kronen weer binnen. Ook natuurlijk voor de clanches, wat super chill is. Dus ja, nou, helemaal prima, toch? Ik denk dat dit trolldeck wel geslaagd is, of niet? We hebben alles gewonnen. Ik vind hem... Easy peasy. Vonden jullie dit tof? Drop zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op ons kanaal. Check deze video's hier in beeld. Natuurlijk de volgende trolldecks checken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Peace out.